Dus ik ben geparkeerd en ik zeg van, hoe lijkt je dat, een ritje bij mij in de cabriolet? Attention! Alweer een winnaar! Hij mag 45 km per uur als invalide wagentje, als scootmobiel. Hij gaat maximaal 18, want anders is het gewoon op de weg ook niet nodig en ook gevaarlijk. Ik heb er dit ding, dat is gewoon geactiveerd, dat doet het gewoon. En als deze eruit is, gaat hij maximaal 10 km per uur. En dan valt die bal buiten alle wetgeving. Dan mag zelfs een kind van 10 rijden. En ik heb er een stand op dat hij op 6 km per uur gaat. En dan mag ik ermee ook op de stoep rijden. We wilden wel even een fotootje maken. Ja hoor. Ja hoor. Wat een mooi autootje. Leuk hè? Hoi! Ja, dat is echt als je ja, 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 ja. Dat is echt zo niet. Hoi! Hoe is dat? Dus ik zit midden in een interview. Ja, oh ja, nee, sorry. Nee, okay. was leuk. Niet uit. Hoi! Turbo! Prachtig. Wat is hier praktisch nut van? Zullen veel mensen zich afvragen? Nou, ik ben gehandicapt, dus ik heb moeite met lopen. En dat gaat nu nog best wel redelijk, maar soms ook niet. En dan vind ik een scootmobiel vind ik zo lullig. Dus dan is dit veel leuker. En daarnaast heb ik hier in de stad een bedrijfje, Tante Toos in de Poelenstraat. En het was ook bedoeld voor promotiedoeleinden. Ja. Is het ook een vrouwenmagneet? Ja, nu heb ik daar sowieso niet over te klagen hoor, want dat snap je wel als je mij ziet, denk ik. Maar ik was naar mijn kleinzoon geweest, Alexander in Vinkhuizen. En op de terugweg stond er een mooie studenten bij een bushalte. Dus ik ben geparkeerd en ik zeg van, hoe lijkt je dat, een ritje bij mij in de cabriolet. En die is meegereden vanuit Vinkhuizen. Tot aan de Kranenweg bij mij in de botsauto. Dus ja, dat is geen probleem, denk ik. In de binnenstad van Groningen, hè, mogen geen fietsers meer in bepaalde delen van de binnenstad komen. Ja. Hoe zit dat hiermee met deze botsauto? Nou ja, doordat ik een invalide kaart heb, mag ik sowieso op voetgangersgebied en in de binnenstad rijden. Maar volgens mij is er geen juridische mogelijkheid om mij dan te verbieden om daar te komen. Maar dat weet ik niet. Ben je wel eens staande gehouden? Ja, door twee handhavers. En daar heb ik een discussie mee gevoerd. En wat dingen laten zien online waarom ik volgens mij gewoon op de openbare weg mag rijden. En uiteindelijk zijn ze daarmee akkoord gegaan. Nou, je mag officieel met een auto en op de weg niet meer dan 95 dB maken. Dus af en toe heb ik geluidjes of een muziekje, maar dat doe ik normaal gesproken alleen als ik stilsta. Maar zal ik eens laten horen? Graag. Ik heb... Moet ik even kijken of dit... Of mensen zeggen, god, zit er een accu in? Ik zeg, nee, motor. Winnaar. Ja, ik vind het zelf echt heel erg grappig, moet ik zeggen hoor. En ik heb ik kan geluidjes doen via mijn mobiel. En dan heb ik een appje met kermisgeluiden en een met circusgeluiden. En mijn favoriet is deze. Dat andere appje is dan met kermisgeluiden. Blijven zitten tijdens het draaien. Opgepast, blijven zitten alstublieft.
Attention! Alweer een winnaar! Ja, dus, ik heb er zelf ook gewoon heel veel lol van.